U luistert naar Business Club Radio. Vanavond is mijn gast um, Ton van der Burg. Hij is uh, directeur van Kadri Delta, grote leverancier van zand en grind met uh, grote productielocaties. En um, dat is ook een vraag die ik nou eigenlijk heb, want uh, eigenlijk zetten jullie uh, een, uh, een fabriek neer, die daarna gewoon weer helemaal weggaat en ergens anders weer neergezet wordt. En hoe ziet jullie businessmodel model er nou uit? Ja, het, het businessmodel en dat, dat is ook wat mij zo aantrekt in het bedrijf, is, is eigenlijk een beetje een jongensboek. Hè? Wij, uh, wij, uh, wij, de tijden zijn voorbij denk ik uh, binnen Nederland dat uh, een zand en grindboer zeg maar zijn uh, een stukje land koopt, een hecto omheen zet, een installatietje neerzet, en als het zand en grind op is, zeg maar de de poort dichttrekt en zegt tabé. Hè? Dat, dat dat doen wij dat dus, niet meer. dat nee. doen wij absoluut niet. Nee. Maar we hebben zeg maar een hele keten binnen het bedrijf zitten. We hebben een afdeling die heet uh, Gebiedsontwikkeling. Daar zitten uh, mensen die echt uh, de visie uh, 20 jaar vooruit hebben staan. Die kijken naar uh, welke stukken land beschikbaar zijn, waar, waar, waar zit potentie in, waar zitten ook producten in. Uh, grondstoffen in die wij als product in de markt kunnen zetten. Uh, en, en die gebieden worden aangekocht. Hè. Dat, 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 dan moet je echt ver vooruit kijken en dat kost klauwenvol met geld. Dat kan je wel zeggen. Ja. Nou, als je dan verder kijkt, uh, hebben wij uh, een, een, neven, een nevendivisie die, uh, die, uh, die, 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 die verhandelt klei. Hè? die, 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 ja, die, die de, komen uh, nog aan het bad. Die ja. komen nog, ja. Uh, dat, dat is eigenlijk de tweede schakel in de keten. Uh, de klei wordt zeg maar, van de bovengrond afgehaald. En, en dan komen we bij het grind. Uh, dat zijn locaties uh, die inderdaad misschien wel 15 jaar kunnen blijven staan op een bepaalde bepaalde locatie in Nederland. En ook die installaties, en dat vind ik ook erg leuk en trek me echt aan. Die worden ontworpen en engineerd binnen het bedrijf zelf. Ja, dat is uh, heel knap. Ja. Vervolgens, uh, als het Zand en Grind even plat gezegd op is. dan worden veel locaties weer gebruikt voor het, uh, uh, het bergen. van, uh, van uh, baggespecie en, uh, en andere grondproducten. Dat doen we om uh, het plassen te verontdiepen. Ja. En om, om ze op die manier weer de natuur en het leven in, in de plassen terug te brengen. Ja, laatst en, hadden we Ruud van Groessen hier ja, over... Uh, die is directeur van de Grondbank. Grondbank. Ja, ja, klopt. Precies. Collega van me. Ja, en uiteindelijk, maar daar gaat best wel een tijd overheen... Uh, geven we weer uh, natuur en recreatieve ruimte terug aan, uh, aan het land. Ja. Uh, een mooi voorbeeld vind ik zelf Latum en Laag. Daar ging ik als kleine jongen altijd surfen. Toen uh, vond ik die, al die pijpleidingen niet zo leuk met mijn surfplankje. Mm -hmm. Maar als je er nu komt, is het natuurlijk een prachtig gebied. Ja. Waar, uh, waar veel recreatieve mogelijkheden zijn en uh, waar gewoon veel mensen hun weekenden doorbrengen. En wat ik dan zo indrukwekkend vind, is de enorme hoeveelheden geld die hiervoor nodig zijn. En de langdurige projecten om dit te realiseren. En dat dat toch klopt. En uh, dat is echt heel, heel bijzonder.